De activisten van No Border verzamelen zich op plein 1940 in het centrum van Rotterdam. Ze zijn tegen het huidige asielbeleid en laten dat duidelijk horen. Ik heb niet de illusie dat de regering morgen ineens het licht gaat zien, maar het is belangrijk om problemen die er zijn toch telkens over het voetlicht te brengen, discussie gaande te houden. Vlak voordat de menigte aan de optocht door het centrum wil beginnen, lijkt er een confrontatie met andere demonstranten te ontstaan. Kijk, ik kan vooral woord voeren. Er lopen een paar mensen langs en die worden dan herkend als zogenaamde politieke activisten. En er wordt geschreeuwd, paarden worden opgeroepen, we worden in een hoek gedreven. We worden in een hoek gedreven door de politie. Waarom? Omdat we rondlopen over straat. Dit is openbaar terrein. Dit is Rotterdamse grond. Waarom zouden we hier niet gewoon mogen lopen? Ja. Uiteindelijk loopt het met een sisser af en lopen de 400 demonstranten alsnog door het centrum van de stad. De politie is in grote aantallen aanwezig. Op een gegeven moment zijn er zelfs meer dan 60 politieagenten zichtbaar actief en meer dan 20 ME-busjes staan er in de stad. Leefbaar Rotterdam heeft inmiddels hier vragen over gesteld in de gemeenteraad. Een politiehelikopter inzetten gisteren, 22 ME-busjes, continue beveiliging, beveiliging van panden. Ik heb ook begrepen dat organisaties, bedrijven vooraf gewaarschuwd zijn. Nou, dat is ook wel eens dat je naar bedrijven toe moet, dat je naar huizen toe moet. Dus alles bij elkaar is dat wel een aardig kostenplaatje. Nou, ik geef dat liever aan mensen in de oudere zorg, als dat we dat hierin steken. De optocht van de demonstranten eindigde uiteindelijk bij het No Border kamp aan de Nassaukade op Rotterdam-Zuid. Vandaag, aan het begin van de middag, was het hele tentenkamp op de Nassaukade weer opgedoekt.